10 december 2022. Toen kwam Cyberpunk 2077 uit. Op de PC, op de PlayStation 4, op de Xbox One. Op eigenlijk elk platform wat je maar kan voorstellen. En het was misschien wel de meest gehypte game alle tijden. Op wellicht een GTA game na. Maar het is ook de grootste blunder alle tijden. En dat had er gewoon simpelweg mee te maken. De game runde totaal niet op een PlayStation 4 en een Xbox One. De next-gen hardware, daar werd eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Maar die konden de games nog eventueel draaien. Alleen in veel mindere mate dan dat PC-eigenaren en Stadia-eigenaren gewend waren. Maar nu eindelijk, haal het even in gedachten, 10 december 2020. Het is nu, op dit moment, 17 februari 2022. En eindelijk... Gonna be long? Ja, ik kom er zo aan, Jackie. Eindelijk hebben we de Next Gen patch gekregen. En gaat dit het moment zijn dat je eindelijk als consolespeler Cyberpunk moet gaan oppikken? PC-spelers die hebben een geweldige tijd gehad. Misschien niet de tijd die ze beloofd is. Maar het was nog steeds een geweldige ervaring. En we gaan kijken of PlayStation en Xbox-eigenaren dat nu ook gaan meemaken. Ik heb hier de Xbox Series X-versie. We zitten hier op helemaal het begin van Cyberpunk. Ik heb Street Kid gekozen. En dit is de allereerste missie die je doet met Jackie Wells. En uiteraard heb ik dit gecaptured volledig in 4K. En we gaan zien wat het gaat brengen. Er zijn een aantal dingen. Ik heb hem hier in de 4K 60 FPS mode staan. Je kan hem ook in 30 FPS spelen. Dan heb je Ray Trace Shadows. Maar laten we eerst hier gaan beginnen. Let's go. Let's do this. Ik vond dit sowieso best wel een gruwelijke openingsmissie. Er gebeurt heel erg veel. Maar het zet vooral het cyberpunk steltje echt heel erg goed neer. Een van de dingen die meteen opvallen. De resolutie ziet er echt prima uit. En dit is een dynamisch 4K. In 60 fps dus. Target's Sandra Dorset. Target's biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Jackie's Bug, right. Could at least try to be nice. You want nice, supportive? Call a damn helpline. Okay, here we go. Looking for 1237. Ik moet zeggen, de target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Deze missie heeft goede Fifth Element vibes ook. Oh, I hate this life or death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V? Of course. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Mira, eyes up. The nails are hit. Drop it quiet, V. Kan natuurlijk ook missies op verschillende manieren aanpakken. Stealth, guns blazing, alles is mogelijk. Of course we're gonna kill him. En we looten gelijk ook gelijk even wat spul erbij. Ik heb specifiek voor deze missie hier gekozen. Misschien kan je het je nog herinneren, maar ik heb ooit een let's play gedaan van de Stadia versie. Dan kun je die twee mooi met elkaar vergelijken ook. Die was wat minder stabiel qua FPS. Fuck the beach!
Mijn aim is all over the place, maar dan mag de Freddy drukken. No way, not me. Oh, you got! Twee te gaan volgens mij. Ik heb mappacks nodig, jongens. Die moeten hier toch ergens liggen. Weet je wat ik zei? Dit heeft hele goede Fifth Element, Blade Runner vibes. Dit is volgens mij ook een van de eerste missies die ze hebben getoond bij de onthulling van Cyberpunk. Het was niet die 50 minuten durende presentatie, geloof ik. Maar wel een ander stukje. Het ziet er natuurlijk super vet uit. Gunplay is redelijk tof. Je kan hier ook gelijk al aardig wat looten. Dat is natuurlijk ook redelijk belangrijk in de game. Maar als je hier kijkt naar de graphics... Ik moet je heel eerlijk zeggen, het ziet er fantastisch uit. Het voelt eindelijk ook echt aan als een next-gen game. Maar ze hebben niet alleen de graphics aangepakt. Zo is ook de AI verbeterd. Is er meer content toegevoegd. Er zijn nieuwe wapens zitten er in de game. Je kan nu 4 verschillende appartementen kopen voor V. Voor jouw character in ieder geval. En zo zijn er gewoon veel meer dingen toegevoegd. Vooral hoe pedestrians reageren en hoe ze gerenderd worden. Want het was heel vaak wanneer het enorm druk werd of chaos werd. Vanwege een shootout of dat je werd gevolgd door de politie. En je draaide je om, was in één keer iedereen verdwenen. Draaide je weer om, waren ze weer terug. Allemaal dat soort rare dingen. Ze reageerden raar. Nu kiezen ze ervoor om of te vluchten. Of ze gaan juist het gevecht met je aan. Vergelijk het een beetje met GTA. Dus verwacht niet over de top. Insane vette AI, nog. Maar het is absoluut enorm verbeterd. Jesus fucking Christ. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomon. Need to know what we're dealing with. Jacking in. This does not look good. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neuroport. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Found the shard. Removing now. Check the biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her off that ice. Ah, fuck! She's flatlining! V, need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad.
Hey, catch, Pato! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Fuera, get her out. Terrace. It is Night City. Landing, stand clear. Initiating security protocol. Follow all instructions. Stop in the doorway. All right. Place the patient on the ground. Five steps back. Now. TT-133 to control. Patient NC-570442 secured. Stimulants being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 fibrinogen. Get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a day with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. V, how did it go? Our client is alive and well. Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD's gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in fifth. Zoals ik al zei, je kan ook on the fly switchen naar 60 fps en de 30 fps mode. Beide zijn in 4K. Allebei zijn ze volgens mij ook dynamisch 4K, niet native. En als we hier dan voor raytracing kiezen, raytracing zijn alleen raytrace shadows. En die zitten alleen in de 30 fps mode. Dus die zet ik nu even aan. Kan je een beetje het verschil checken? Maar om heel eerlijk te zijn, ik zou altijd voor 60 fps gaan. Ook in deze game. Het is jammer dat je geen raytracing hebt. Maar voor mij is de performance drop het absoluut niet waard. Zo voelt het ook gelijk ineens als een last gen game. Wat vooral de shooter actie echt niet ten goede komt. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, Mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. Legends are born here. Het ziet er voor mijn gevoel nog wel redelijk leeg uit. I'm starving. Ik weet niet of dat bij deze cutscene hoort, maar... Jackie,
They're locking down Watson, remember? Oh, shit. You're right. Is it just me, or... fucking knew it. Man on our ass, tailing us. Hello. I don't like this. Not one tiny bit. Scum! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie. Come on, bitch! Can't keep her steady! Hebben we niet meer de grote gun? Wat? Holy fuck! Mierda, perdón! Got you, asshole! Ik zal het even laten zien. Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. Ik wou zeggen, ik wilde heel even laten zien hoe groot de impact is op een gunfight, maar het is al over. Bangers hoor. Bangers. Down to further notice. Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? Heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe. But he's a good kid. Let them through. But they're the last. Okay. On your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Ik zal hem nu weer eens even op 60 fps zetten. Zodat we goed het verschil kunnen blijven zien. Oh. Ik ben geen fan van het menu en de controller. Om heel eerlijk te zijn. She took a liking to you. The devotion I demonstrated grabbed her by the gun. Right. Ik zou altijd voor deze mode gaan. Altijd. Stable in my affections. Mm-hmm. And unassuming. You get it. En geloof me, raytracing kan een ongelofelijke impact hebben op deze game. Maar besef dat zelfs de meest brute PC's daar echt heel veel moeite mee hebben. En dat het niet echt een optie is voor de consoles. Check it out, V. This shit's going down. You look like your average bust. These ain't your average badges. That's MAXTAC. NCPD's Apex Predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Gonks out there, though. Just a midday snack for them. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Kunnen we niet een ander radiostation opzetten, man? Your place. What about you? Not likely to make it back to Haywood now. Chill, V. They'll let me through. Sure about that? Oh yeah. I'll play nice Jackie again. Toch, wanneer je kijkt naar dit soort reclames, dan ligt de texture resolution niet heel hoog. Dat is zonde. Hier zie je dat ook weer. Sweet dreams then.
Thanks, Jackie. Tell Misty I said hi. I will. Hey, luego. Check je later, jongen. Even kijken. Nee, dat bedoel ik. Hier zie je dat ook weer, hoor. Het sticks out like a sore thumb, zeggen ze wel eens. Kijk, als je bijvoorbeeld deze muur kijkt op de grond. Haarscherp. Echt haarscherp. Ziet er uitstekend uit. En check je dit en dan denk je, oef. Looks rough. Wat ik zei, naast alle verbeteringen die in de game zitten, zijn er ook nog wat skill trees aangepast. Wat in-game economy dingen die zijn... Wat moet ik dan? Disabled? Why? Moet ik gewoon hier naar binnen? Oh. Ik wou net zeggen. Bug. Forgot earlier. A runner I know has something. En nog wat kleine balancing issues. Zip in your deets. Maar ik denk vooral jouw appartement. Kijk, dit is Night City, jongens. Kijk, dit ziet er gewoon gruwelijk uit. Dit ziet er echt heel gruwelijk uit. En ik denk dat voor veel spelers ook vooral dit gedeelte er een stuk beter uit gaat zien. Want vooral op de consoles voelde jouw appartementencomplex enorm leeg aan. En zeker straks in de wat meer publieke gedeeltes zul je zien dat het echt veel, veel drukker is. En dit is ons appartement, jongens. Here we are. Op een stash. Nou, gooi even de gunners erin. Omdat we die straks gewoon gaan dismantelen en zo. Eén van de dingen, was ik bijna vergeten te vermelden natuurlijk, die echt enorm verbeterd zijn de laadtijden. Natuurlijk, dat mag je ook verwachten met deze next-gen consoles, al hebben allebei, zelfs de PlayStation 5 en de Xbox, razendsnelle SSD's en dat merk je ook gelijk. Oh, V, you get any sleep? No matter, time you got up. I think I might have caught something when I jacked into that corpo's biomon. No, neurovirus, sir. Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. Kijk, en heel eerlijk, ik vind vooral dit gedeelte, jouw appartement hier, dit doet me zo erg denken aan het appartement van Bruce Willis in Fifth Element. Of misschien het appartement in iets mindere mate van Ryan Gosling in Blade Runner 2049. Volgens mij kunnen we hier de gordijnen... Ja, kijk. Ja, dit ziet er fantastisch uit. Zowel dag en nacht. Super, super bruut. En hier kunnen we nog heel even naar mijn character kijken. Dit is een tijdelijk character, alleen voor deze Let's Play. Want ik speel de game natuurlijk op PC. En ook hier zie je wel dat de game er gewoon echt een stuk beter uitziet. Vooral de consoles hadden met de mirror elementen echt enorme moeite. En daar kakte de framerate dan ook echt enorm in. Volgens mij merkte ik dat hier ook een beetje. En ja, rest me eigenlijk nog één ding. Laten we nog heel even naar buiten gaan. Dat het een mooie showcase is voor de graphics, denk ik. En dat we ook kunnen zien dus dat het appartementencomplex veel drukker is. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How'd you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, B. Kijk. En dit is wat ik bedoel. Het ziet er niet meer uitgestorven uit. En dit is echt een wereld van verschil met de console versies voorheen. En ook hier begint het steeds meer op de PC versie te lijken. Entrance.
En volgens mij is Jackie al klaar bij de noedelbar om onze volgende missie te bespreken. Natuurlijk, ik moet er nog vele uren in stoppen om te kijken of ik ook echt deze versie kan aanraden. Maar gezien mijn ervaring met de PC-versie en wat ik hier op dit moment nu zie, ben ik zeer positief gesteld. En ik moet ook zeggen, ze doen het wel heel slim, want niemand in their right mind gaat nu nog blind, full priced of in de aanbieding, want de PlayStation is die €25 op dit moment, tot 3 maart zag ik. Niemand gaat full price deze game nog blind kopen. Er is nu een free trial voor zowel PlayStation 5 als Xbox Series X. Je kan de game, de next gen game, 5 uur lang gratis spelen om te kijken of het iets voor jou is. En ik denk dat misschien wel de beste marketing is die deze game op dit moment kan gebruiken. Show, don't tell, daar zijn ze vooral de mist in gegaan. En wanneer je zelf 5 uur aan de slag kan gaan, kan dat je misschien overtuigen dat Cyberpunk absoluut de moeite waard is. En hier zijn we in het centrum van Night City. Ik zie een paar kleine frame drops. Niks ernstigs. Zeker niet vergelijkbaar met de Stadia versie. En het ziet er echt fantastisch uit. Ik kan iedereen van harte aanraden om Cyberpunk 2077 te gaan spelen. Het is misschien niet de game die ze beloofd hebben, maar het is absoluut een ijzersterke game met een super bruut verhaal, toffe characters en een hele toffe locatie natuurlijk ook. Toffe setting, Cyberpunk. Ga het checken. Dit was de next gen patch, jongens. We hebben er lang op moeten wachten. Nogmaals, 10 december 2020 kwam deze game uit. Het is op dit moment 17 februari 2022. Maar we zijn hier eindelijk. We zijn in Night City. En het voelt alsof dit de game was die we op 10 december 2020 hadden moeten krijgen. En doodzonde dat deze game niet gewoon veel eerder is uitgesteld. Jammer, maar helaas. In ieder geval voor iedereen die het gaat checken, heel veel plezier ermee. En voor de mensen die nog steeds niet overtuigd zijn, heel erg jammer dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!